Ja, dames en heren, welkom. Aflevering 123 alweer uit de reeks Free Speech on Air. Een radio-uitzending, min of meer, die uiteindelijk bedoeld is om de stem te verschaffen aan het geweten en aan het hart en te appelleren aan u, het uitreiken naar u, mens, luisteraar, gevangen in uw eigen omstandigheden, woonachtig waar u ook maar woont en bezittende wat u ook maar bezit. Ik heb mezelf al eens afgevraagd van wat is nu die wijsheid, weet je wel, die gestroomlijnde wijsheid die je zoal treft in de boeken, bibliotheken vol, en wat vind ik daarvan terug in de alternatieve media. Ik heb al in eerdere aflevering, ik weet niet meer precies welke, maar ik heb het al eens verteld dat ik ook binnenkort hier op dit kanaal een uitzending zal wijden, een soort samenvattend geheel zal wijden aan mijn periode van activisme en wat er toen gebeurd is en waarom. En hoe dat heeft kunnen ontstaan voor de mensen die mij niet lang genoeg volgen om dat te begrijpen. En dat gaat allemaal nog komen, dat komt allemaal nog in de toekomst. En ik vind meer en meer bestaansrecht onder dit programma. Aan de hand van de reacties, de hand van de e-mails, de mensen die mij aanmoedigen om door te gaan. Mensen die hun eerste stappen zetten richting mij via de mail om met mij van gedachten te wisselen over allerlei onderwerpen die we nog niet direct hè, in een programma of niet in de openbaarheid misschien helemaal nooit hoeven te gooien. Maar het blijkt dat er mensen zijn die behoefte hebben aan deze kant, hè, zeg maar, van alternatieve media, die er niet is. Die bodem is er niet. En ik weet niet of het u opgevallen is de laatste tijd, maar er wordt nog heel weinig nieuws gepubliceerd in die alternatieve media. Er zijn van die periodes, daarin lijken die drukpersen stil te staan. En ik ben in die alternatieve media naar verschillende zaken op zoek geweest. Allereerst bijvoorbeeld naar een antwoord dat dit wereldgebeuren mogelijk zou helpen verklaren. Ik ben op zoek geweest naar bepaalde dingen die ik daaruit zou kunnen halen en als bruikbare tools zou kunnen inzetten. Maar ik merk dat is meer van mij persoonlijk uit, overigens. Dit is dus echt gewoon even persoonlijk. Dat het vooral wijsheid is, hè, zo gauw als die gestroomlijnd wordt, of uit boeken komt, of zogenaamd uit de monden van al die goed betaalde sprekers komt, die wijsheden aan de ene kant verknuppen met het wereldgebeuren, maar die van ons iedere keer toch hetzelfde willen, dat opspringen tegen het establishment, dat uithalen naar onbereikbare hoogte. Maar ook vooral dat op dat podium staan, hè, zodat we ons kunnen vergapen aan de kennis van die mensen en zelf het idee hebben dat we steeds maar wat moeten opsteken, omdat we zelf niks zouden weten. En dat is gewoon niet waar. En Vroeger heb ik ook veel citaten gelezen, dingen gelezen, zeg maar. Dat waren niet eens boeken met regelrechte verhalen, maar waarin citaten waren gevangen van bekende mensen, onbekende mensen. En daar een paar ervan, die wil ik eens in deze uitzending met u bespreken. Een zekere Ton Luiting heeft ooit eens gezegd: het recht is een spinnenweb dat kleine vliegen vangt, maar de grote doorlaat. En dat, kijk, zo'n simpele uitspraak, die vertelt eigenlijk alles. Die vertelt precies wat er aan de hand is. Meer heb je niet nodig om te weten. Het recht is een spinnenweb dat kleine vliegen vangt, maar de grote doorlaat. Omdat het ook niet op die grote gebouwd is. Het is door de grote gebouwd om de kleine vliegen te vangen. En als je naar dat soort uitspraken kijkt,
simpele uitspraken die eigenlijk uit helemaal niet veel woorden bestaan, in één zinnetje geformuleerd kunnen worden, dan kun je daaruit al het nodige afleiden. Tenminste, zo denk ik daarover. En citaten en uitspraken kan er alleen maar die noemen die me zijn bijgebleven of die ik al kende. En ik ga een paar nieuwe noemen die ik erbij heb gehaald om dit programma ook, om het belang van dit programma eigenlijk te onderstrepen. Zeker S. van Baars. Geld maakt niet gelukkig, vriendschap en zonlicht wel. Is dat niet waar? Dat is een waarheid als een koe. Geld maakt niet gelukkig, vriendschap en zonlicht wel. En ik weet niet of u wel eens die momenten hebt gekend dat u eigenlijk totaal platzak was, u eigenlijk helemaal niks meer had, maar dat u bij wijze van spreken op een mooie zomerse dag ergens op een bankje plaatsnam, over een vijver of een weiland of een dieper gelegen bos uitkeek en hoe goed je je dan kunt voelen in dat alles, in dat grote geheel. Dan kun je met geld never en nooit voor elkaar krijgen. Vriendschappen die zich laten kopen zijn geen vriendschappen. En geluk kun je niet koppelen aan geld. Dat is onmogelijk. Het koopt hooguit een betere vorm van ongeluk, zei iemand anders ooit eens. Als je dus kijkt, wat heeft de mens nodig? Wat hebben wij nodig? Dan kunnen we eigenlijk zeggen vriendschap, zonlicht en elkaar. En natuurlijk hebben we eten nodig en hebben we wat dingen nodig, hè, om ons leven mee te veraangenamen. Maar de kern van het leven draait om hele eenvoudige, elementaire zaken. Zaken die er echt toe doen. Zaken die juist zo groot zijn, omdat ze zo klein blijven en zo eenvoudig kunnen worden uitgelegd. En die houding en dat soort citaten, die hebben mij vroeger als kind al aangesproken. Ik las me helemaal ziek van die bundeltjes, van die kleine dunne bundeltjes waarin dit soort dingen stonden. Daar waren dan uitspraken in opgenomen, waaronder die van Margolis. Wie veel van het leven af weet, is een milde rechter. Wie veel van het leven af weet, is een milde rechter. Iemand die het leven doorleefd heeft, die weet, die kent de mogelijkheden, de vele valstrikken, de diepte van de valkuilen, waarin ieder mens kan terechtkomen, waarover iedereen zou kunnen struikelen. En dan is het steeds moeilijker, als je dat echt voor jezelf erkent, als je het ook aan een lijve hebt ondervonden, de diepte van zo'n val, het gemak waarmee je struikelde, het verbazingwekkende aspect dat je met open ogen soms ergens intuinde, dat je eigenlijk ongelooflijk dom was, welbespraakt dom, intelligent idioot, zo zou je het kunnen noemen. Ja, als je dat één keer beseft, als je één keer in zo'n toestand bent terechtgekomen en dat één keer van het leven hebt gemaakt en hebt ontvangen, als je wel eens gegezeld bent door die kant van het leven, dan ben je inderdaad ook een milde rechter. En dan oordeel je ook liever maar niet, opdat je niet geoordeeld wordt. Voegt de Bijbel daaraan toe, oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt. Laat ieder mens in zijn of haar waarde. Laat de onvolkomenheid van die mensen begrijpelijk worden. Want als je naar het verleden kijkt, als je naar je eigen verleden kijkt, naar de levensloop die jij hebt gehad, dan kun je gewoon met de beste wil van de wereld nooit zeggen dat je niet eens van het padje bent geraakt, om het dan maar zo eens te zeggen. Dan kun je niet van jezelf zeggen dat je bepaalde principes die je had, zo nu en dan opzij moest gooien om te overleven of om van A naar B te komen. En over dat van A naar B gesproken, van A naar B, dat is iets dat komt voort uit de logica. Logica brengt je van A naar B, maar waar brengt de verbeelding je? Overal. Overal. Een prachtige uitspraak van Aristoteles. Logica brengt je van A naar B, maar de verbeelding die brengt je overal. En als je dus nog verbeeldingskracht bezit, als je je nog kunt inleven in
de mensen, dan kun je ook anticiperen op zaken waar anderen naar zitten te kijken en denken, waar kijk ik hier naar? En dan begrijp je steeds meer dingen. Dat is niet aan de hand van opleiding. Daar zijn soms maar hele eenvoudige stellingen voor nodig. Want in de kern is het leven eigenlijk, ik zou bijna zeggen, spraakmakend simpel. Waartoe dient dan al die complexiteit? Waartoe dient dat? Nou, als je de waarheid zou zien als een simpele kern, hè, dat als de waarheid zou liggen, als die heel eenvoudig te verklaren is, dan is alles wat daar omheen draait, al dat complexe, natuurlijk het labyrint om jou te verhinderen om bij die waarheid te komen. De wereld wordt niet voor niks zo complex gemaakt. En dat is ook wat ik heb gemerkt aan mezelf toen ik in die alternatieve media kwam. Mijn god, wat een complexiteit. Je moest je door kilometers stambomen worstelen. Van de ene elite familie naar de andere. Die waren weer gekoppeld aan bedrijven. Maar die bedrijven, dat waren niet op zichzelf staande zaken. Oh nee, die waren een onderdeel van nog grotere bedrijven. En als je daarmee vol begint te zuigen, dan is het ongelooflijk complex. Je onthoudt uiteindelijk alleen nog de kern. En wat is die kern? De elite. De elite die haalt uit naar de armen. Vanuit dat standpunt gezien is dus die uitspraak in het Bijbelboek Prediker, er is niks nieuws onder de zon, volkomen waar. De elite heeft altijd uitgehaald naar de armen. De armen heeft altijd geweten dat er op de een of andere manier een totaal krankzinnige verdeling bestaat in deze wereld. Dat er iets helemaal niet klopt, dat er iets totaal onrechtvaardigs geschiet. En dat zijn de armen, ik zou bijna zeggen uit het begin van deze eeuw wisten dat, maar ook van de eeuwen ervoor en daarvoor en daarvoor. De armen wisten dat er mensen waren die alles bezaten en niet wilden delen of niet konden delen. Dus is de wereld nou werkelijk wel zo complex? En moeten wij ons wel constant volstampen met de ene feitenbrei naar de andere? En nee, ik moet dan altijd denken aan het oude citaatboekje dat ik destijds doorworstelde en doorlas. En dat heeft me veel meer gezegd dan al die bijkomstigheden, al die details. Daar wil ik het gewoon vandaag met u over hebben. Over de eenvoud van dingen. Hoe gemakkelijk sommige dingen te verklaren zijn. Mahatma Gandhi, die zei een keer, de aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders hebzucht. De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders hebzucht. Is dat niet precies? Is dat nou niet gewoon heel simpel gesteld? De exacte, ik zou bijna zeggen wiskundig exacte verklaring voor wat er in deze wereld aan de hand is. Wat wilt u weten en waarom wilt u het weten? En waar moeten wij ons mee volzuigen? En waarvoor? Wat doet dat? Het berooft ons van onze tijd. Het neemt onze dagen in beslag. En hè, waar ik al vaker over heb gesproken, het maakt dat we blind worden voor al hetgeen dat we bestuderen. De wereld is eenvoudig te verklaren. En er zijn prachtige uitspraken die dat bewijzen. Verzinsels groeien altijd het beste op een bodem van waarheid. Dat is een uitspraak van Fernand Obera. Nou, deze uitspraak, oké, het kan heel raar klinken, maar dan wil ik eens een vergelijking trekken naar een uitspraak die gedaan is in de film The Exorcist, waar de ene priester de ander waarschuwt, hè, terwijl ze met dat exorcisme bezig zijn, dan zegt hij, let op. Hij maakt een cocktail van de waarheid. Hij mixt de waarheid met leugens. En dat is de meest krachtige aanval, de meest krachtige een krachtige psychologische aanval die maar kan doen. Luister dus niet. Luister dus niet naar hem. Dat was de waarschuwing in die film. En dat zegt eigenlijk hetzelfde. Op die bodem van waarheid, daar groeit tegenwoordig het onkruid van verzinsels. En ook op het eerste gezicht herken je ze niet als zodanig. Je herkent ze niet als verzinsels. Je gaat ze in het begin misschien zien als
bijkomstige details, kleine details, die later belangrijk zijn. Om, hè, om zeg maar het totaalplaatje te kunnen leggen. Om die hele legpuzzel compleet te krijgen. Want het is iets, dat is ook zo'n, ja, ik noem het maar een stelling, maar ik zou het bijna een commerciële slagzin willen maken. Dat je, we moeten het plaatje compleet krijgen. We moeten het plaatje compleet krijgen. We moeten elk stukje vinden dat in de puzzel past, want anders is het plaatje niet compleet. Nou, ik herinner me van die oude houten legpuzzels, die had je vroeger, voor kinderen. Op de mijne, daar stond een Walt Disney figuur afgebeeld. Mickey Mouse. Nou, geweldig. En die stond er daar met een strandbal, hè? Achter hem zo'n getekende oceaan. En Mickey Mouse die stond blijmoedig over die getekende oceaan te staren met een strandbal bij zich. Ik weet niet meer hoe oud ik precies was toen ik die puzzel kreeg. Maar goed, toen ik hem nog niet voor de helft had gelegd, wist ik natuurlijk wel wat erop stond. Wat het uiteindelijke plaatje werd. Dus hoe belangrijk is het? Moeten wij echt alle stukjes hebben om het plaatje te gaan zien? Ik denk het niet. Ik denk dat een goed verstaander aan een half woord genoeg heeft. En als dat waar is, die stelling, dat een goed verstaander aan een half woord genoeg heeft, dan moeten we ons maar eens afvragen waarom we zoveel tijd willen besteden aan het zoeken, hè, naar details. Details uitgebeeld door woorden. In principe blijven we voor eeuwig op zoek naar ieder woord om een plaatje te creëren dat normaal gesproken voor ieder eenvoudig hart al helemaal duidelijk is. Dat willen we nu in alle details bij elkaar klaarblijkelijk hebben. En we hebben er jaren studie voor over, terwijl een half verstaander of een goed verstaander aan een half woord al genoeg had en binnen een paar dagen al kon zien wat het plaatje was. Ook daar speelt de alternatieve media, wat mij betreft, een kwalijke rol. Eigenlijk een hele kwalijke rol. Het is namelijk een tijdrovende bezigheid. En iemand van zijn tijd beroven. En de combinatie tijd en energie, dus van beide beroven, zowel de tijd als de energie, dat gebeurt met een doel. Vooral omdat al die alternatieve media toestanden, wat ze ook schrijven, je vindt nergens een oplossing. Ze bieden geen uitweg. Waarvoor is dan, ik zou bijna zeggen, die virtuele bezigheidstherapie met het leggen, hè, dat we allemaal bezig zijn gegaan met het leggen van een zeer macabere puzzel, want daar komt het op neer, het is niet eens een mooi plaatje, was het nou maar Mickey Mouse die vrolijk voor zich uit stond te staren met de strandbal onder de arm? Oh nee, we willen een puzzel, eigenlijk een totaalplaatje van alle genocides, alle volkerenmoorden en de verklaring daarvoor in hetzelfde plaatje. Nou, iets monsterachtigs kan ik me niet voorstellen, maar dat is waar we eigenlijk mee bezig zijn. Variant op die uitspraak, Karel Jonkheren zei ooit eens, de waarheid ligt in het midden, omringd door andere leugens. Eigenlijk hetzelfde verhaal. De waarheid, hè, die vinden we in het middelpunt, maar alles wat daar omheen is, zijn details. Het zouden details kunnen zijn, maar over het algemeen zijn het vooral verzinsels die ons weghouden, zo lang mogelijk weghouden bij de waarheid. Want hoe meer tijd het kost om tot de kern van een labyrint te komen, hoe meer de kwaadwilligen die zich in het midden van dat labyrint zouden kunnen bevinden, natuurlijk hoe meer tijd die hebben om het grote kwaad te blijven organiseren. Dus je moet de mensen afleiden door te stellen, kijk hier, kijk links, kijk rechts, moet je eens opletten, Oekraïne, Rusland, China, Japan, opkomst van dit, eenwording, hier, daar, Trilateral Commission, Europese Commissie, het Pentagon, de verknopingen met het Vaticaan, de Obelix, nou, en zo ga je maar door. Het is eenvoudig. Het is eenvoudig. De voornaamste oorzaak van de huidige problematiek, de voornaamste oorzaak zijn die zogenaamde oplossingen. Dus de voornaamste oorzaak van deze huidige problematiek zijn die zogenaamde oplossingen. Dat is iets wat een zekere Hans Andrius
heeft laten optekenen en heeft opgemerkt. Nou, als je bezighoudt met eenvoudige dingen, met simpele zaken, hè, dan leer je het leven echt verstaan, want het leven spreekt niet complex. Ik denk, hè, als ik dat zo doortrek, dat God is niet complex. Wij zijn complex en we hebben van die complexiteit een soort van deugd gemaakt. Een soort van, ik zou bijna zeggen, een kwalificatie. Hoe meer kennis je hebt en hoe meer feitenkennis je draagt, hoe complexer je het verhaal dus kunt uitleggen. Hoe het kunt voorzien met miljoenen details. De waarheid, die blijft in dat midden. Die ligt in dat midden. En hier is een opsteker voor die jongen die me geschreven heeft, die 25-jarige Mark, die niet begreep waarom hij in dat vacuüm terecht was gekomen. Dat vacuüm, waaruit bestaat dat? Waaruit bestaat rouw? Wie rouwt, blijft trouw aan wat hij verloren is, stelde Luc Grues. Wie rouwt, blijft trouw aan wat hij verloren is. Dus Mark, loyaliteit of het gebrek daaraan kan jou niet verweten worden. Want als je rouwt om iemand, dan ben je trouw aan diegene. Omdat je diegene verloren bent. En zelf heb ik ooit eens een uitspraak, ik weet niet meer hoe ik dat voor, of ik dat nu geschreven heb, of dat ik nu, ik was een boek aan het werken, of het een of het ander. En toen bedacht ik me dat de dood niet neemt, maar slechts verplaatst. Dat is ook, ja, dat is dan mijn uitspraak. De dood neemt niet, hij verplaatst slechts. Er zijn heel veel dingen die zich buiten ons gezichtsveld bevinden. En je hebt van die mensen die zeggen, eerst zien, dan geloven. Nou, die mensen, als je daar dus van uit zou gaan, van eerst zien, dan geloven, dan zou je dus, als je op de Dam staat in Amsterdam, niet kunnen geloven dat de Eiffeltoren bestaat. Want die zie je niet. Er zijn ongelooflijk veel zaken die we niet zien. En als we eerst moeten zien, om dan te geloven, dan ben je dus klaarblijkelijk een eeuwig gelovige. Want je gelooft in dingen die je ziet. Ik niet. De dingen die ik zie, daar geloof ik niet in. Dat is heel raar, maar waar. Ik geloof niet in mijn laptop en ik geloof niet in mijn microfoon. Ik zie ze beide. Ik hoef er dus niet in te geloven. Ik weet dat ze er zijn. Geloven en weten zijn twee verschillende dingen. Mijn vader die haalde vroeger een spelletje met me uit. En dat ben ik ook nooit vergeten. En dat is misschien ook iets waarover je zou kunnen vertellen, iets waar u misschien wat aan heeft. Als kind vertrouw je op je ouders. En je vertrouwt er ook op, tenminste in die waan, hè, leef je als je nog op de kleuterschool zit en misschien net in de eerste, je bent nog heel jong, dan geloof je dat je ouders er altijd zullen zijn. Alles is altijd goed, het komt altijd goed. Als je pijn hebt, je bent gedonderd, je bent van je fiets gedonderd of weet ik veel, maakt niet uit. Pa, ma, die zijn daar, dat is mijn huis, hun zijn daar, ze maken mijn broodjes, doen dit, ze plakken een pleister op en dat blijft altijd zo, het leven is goed. Pas later, als je zeg maar uit die, uit gedwongen, langzaam maar zeker uit die kindertijd springt of stapt of glijdt, dan weet je natuurlijk dat dit niet zo is. Dat niemand er voor altijd is en dat zelfs de meest vertrouwde situaties maar één zekerheid hebben en dat is dat ze zullen veranderen. Dat het niet blijft, dat het niet zo blijft zoals het is, dat alles een andere hoedanigheid krijgt, zou ik willen zeggen. Maar mijn vader die speelde met dat kinderlijk vertrouwen. En ik vroeg hem ooit eens een keer, ja, maar hoe weet je nou dat er een God is? En hoe weet je dat nou? Hoe kun je dat nou weten? En ik wilde dat weten, want ik hoorde, mijn vader die vertelde me wel eens wat, op heel eenvoudige wijze over God, maar dan dacht ik, ja, maar waar is hij dan? Woont hij dan in de wolken of wat? En hoe weet je nu dat hij daar is, als het enigste is wat je ziet wolken? Hè, dan, hoe weet je nu dat die persoon daar is? En toen nam hij me mee en toen nam hij me de keuken eigenlijk in.
En toen moest ik in die keuken blijven staan en toen liep hij die keuken weer uit en toen deed hij de deur dicht. En hij meldde zich niet meer. En nu was de vraag, staat mijn vader achter die deur? Ja of nee? En mijn vertrouwen in mijn vader zei dat hij natuurlijk niet het huis uit was gelopen om iets anders te gaan doen. Of in de auto stappen om naar de winkel te gaan. Ik wist dat hij ergens in de nabijheid was. Maar ik zag hem niet meer. En dan komt het alleen nog aan op geloof en vertrouwen. Je kunt niet anders dan geloven op dat moment dat je vader nog ergens in dat huis is. En je moet erop vertrouwen dat hij je niet in de steek laat. Dus weten, geloven, vertrouwen, het lijkt op elkaar, maar ze zijn wat dat betreft voor mij niet altijd hetzelfde. Een hele mooie uitspraak ook van meneer Hogerzeil. Die stelde ooit eens, welvaart maakt meer slachtoffers dan armoede. En is dat niet waar? Hoe een heel abstract voorbeeld, een keihard voorbeeld zou ik bijna zeggen, heb ik een keer gezien in een reportage die ging over Braziliaanse straatkinderen. En twee extreem magere en vervuilde meisjes die zaten op een stenen trap. Ergens in een sloppenwijk. En dan had je een trap en dan en daar werden ze gefilmd. En de interviewer vroeg wat dat meisje zou doen als ze rijk zou worden. En toen zaten ze daar giechelend naar elkaar te kijken. En die twee kleine meisjes naast elkaar. Ik zie ze nog zo zitten, handje in handje. En dat ene kleine mupke, zeg maar, die had een grote snottenbel, hing er onder aan die neus. Die peuterde ze nog weg. En toen zei ze, als ik heel veel geld heb, dan geef ik alles aan de andere kinderen die op straat leven. Ja, zo simpel was dat. Ze ontsteeg haar eigen armoede of was bereid om haar eigen armoede te blijven dragen als ze anderen gelukkig kon maken met een paar centjes. Dus, als je vanuit die optiek kijkt, naar die uitspraak nog een keer, welvaart maakt meer slachtoffers dan armoede, dan is dat waar. Want dit kind, die geboren te midden van het absolute niks, was bereid om als ze wel wat zou hebben, dat te delen. De welvaart, die bedenkt zich wel vier keer voordat dat gebeurt. Dus het is waar. Ik vind het een hele prachtige uitspraak. Ik heb vroeger dus veel van dit soort boekjes gelezen. Mijn moeder die was ook een fan van, die las ook veel van gedichtjes, bijvoorbeeld korte gedichtjes, korte en maar krachtige gedichtjes over het leven, het refereren aan de echte kanten, de echte dingen die ertoe zouden doen in het leven. Wat normaal is, verandert steeds. Dat zei ooit eens een Brenda Diergaarde. Wat normaal is, verandert steeds. Dat is waar. Als je dus in het tijdsbeeld kijkt, dan zou ik willen zeggen dat het waar is. Dat normaliteit, net zoals al het andere, aan verandering onderhevig is. Maar de veranderingen die wij vandaag de dag zien, als we ons even blijven vastklampen aan dit stukje hout in de grote oceaan des levens, dan zou ik zeggen dat we nu bijna in een tijd leven waarin de omkering, het omgekeerde van alle dingen, de nieuwe goden eigenlijk aan het worden zijn. Wat normaal is, hè, wat je voelt als normaal, wat normaal is, is abnormaal. En abnormaliteit wordt steeds meer verheven tot iets wat normaal is. Dus ja, wat normaal is, dat verandert steeds, maar dat hangt ook een beetje van onze visie op die dingen af, wat mij betreft. Want iets dat zo ver van ons af zou komen te staan, of zo ver afwijkt, dat het eigenlijk pathologische, ziekelijk pathologische eigenschappen
zou krijgen, dan heb ik het even over gedrag of denkwijzes of andere extremiteiten die uit ons voort zouden kunnen komen. Ik denk dat het normale in die zin relatief standvastig zou moeten zijn als we ons geweten eens wat vaker zouden laten spreken. Maatschappelijk normaal. Het maatschappelijke normaal verandert wat mij betreft wel steeds. Dus het normale, zeker, het is aan verandering onderhevig. Maar ik denk dat als we dicht bij onszelf blijven, dicht bij ons geweten blijven, dicht bij ons hart blijven, dat we het normale nooit zullen verruilen voor het abnormale. Iets waar de maatschappij tegenwoordig wel constant op uit is. Huh? Want ja, tenminste, zo zie ik dat. Ja, nu wil ik een beetje, het zou een beetje gemeen klinken, maar heel veel mensen die zich al jarenlang hebben opgehangen of hebben verbonden met de alternatieve media, die hoor je vaak stellen dat ze niet echt meer gelukkig zijn. Je weet te veel. Je kunt niet meer terug naar geluk, naar eenvoudige zaken. Omdat je hebt overladen met een kennis, zou ik willen zeggen, een soort. Nou, ik zou eigenlijk zou ik het, als ik het heel eerlijk ben, zou ik het willen noemen, je hebt je volgestouwd met ziektekiemen. Want die informatie is als een ziektekiem. Die komt in je en die berooft je, hoe langer hoe meer, van je energie. En berooft je van perspectief, berooft je van allerhande zaken. Hoef ik helemaal niet zo ver op in te gaan voor u om daar een begrijpelijk beeld van te maken. Maar heel weinig mensen die zich nauw bij de alternatieve media betrokken voelen, die er een actief deel uitmaken of wat dan ook, die voelen zich gelukkig. En dan is deze uitspraak wel heel bijzonder van Seneca. Niemand is gelukkig die buiten de waarheid leeft. Niemand is gelukkig die buiten de waarheid leeft. En zo is het. Dus instinctief moeten we denk ik wel aanvoelen dat het meeste waarmee we ons bezighouden niet alleen gebaseerd is op leugens, maar vooral de leugen daarvan vooral is dat we het als waarheid beginnen te accepteren. En als je echt buiten de waarheid leeft, als je echt heel ver buiten de waarheid leeft, kun je niet meer gelukkig zijn. Omdat je bewust bent dat je eigenlijk van de kern van het leven, dat je daar niet meer bij wordt, dat je daar te ver van afwijkt. Dus dat vind ik ook een hele mooie uitspraak. Een hele goede. En in het kader van dit land, en de globalisering en het feit dat we steeds vaker aan allerlei wetgevingen en regels en krankzinnigheden moeten worden gebonden of verbonden, wil ik u herinneren aan die onsterfelijke uitspraak van Nathan de Vries. Het gevaar van regels is dat men vergeet waarom ze zijn ingesteld. Het gevaar van regels is dat men vergeet waarom ze zijn ingesteld. Daar moeten we maar eens over nadenken. Want van heel veel wetten, heel veel regels, heel veel zaken weten we eigenlijk helemaal niet meer waarom ze ooit werden ingesteld. En we voeren het toch uit. Ook al zijn die regels regelrecht in conflict met ons gezonde verstand. We voeren ze uit, we blijven ze maar uitvoeren. We kunnen niet mee stoppen op de een of andere manier. Je zou ook nog kunnen zeggen. Je zou ook nog kunnen zeggen dat democratie niet alleen praten is, maar vooral ook luisteren. En dat zou het moeten zijn. Dat zou een van de belangrijkste pijlers moeten zijn. Hè, als je dan praat over democratie. Wat is democratie? Hoe zou het kunnen werken? Dan is het niet alleen praten, maar vooral het vermogen hebben om te luisteren. En als we dus kijken
In de huidige tijd, als we deze eenvoudige stelling, gedaan door Irene Petri, nemen en we laten die los op hoe onze overheden tegenwoordig bestuurlijk onderdrukken, dan weten we dat ze dat doen door niet te luisteren en dat ze het volk alleen maar in de ban weten te houden door te praten, maar niet te luisteren. Dus die belangrijke pijlen waarop normaal gesproken de democratie tot stand zou moeten komen, die is gone forever en die komt ook niet meer terug, want zo is dat. Nou, zo zie je dus dat je in hele eenvoudige woorden, eenvoudige zinnetjes, eenvoudige uitspraken, hè, dat je het leven kunt vatten. Je kunt het leven vatten. Je kunt er een begrijpelijk plaatje van maken. En je kunt, en dat is vooral het belangrijkste, het weer voelen. Want we moeten terug naar dat leven niet alleen zien en kunnen beschrijven, maar het leven ook weer vooral kunnen voelen. Dat is dus wat mij vraagt. Dat is heel, 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 heel belangrijk. Dat is echt ongelooflijk belangrijk. De waarheid is relatief. Maar onzin is absoluut, stelde ooit eens een Roland Reingelink. Waarheid is relatief, maar onzin is absoluut. Ik zou zeggen, Roland, een waarheid als een koe. De waarheid is inderdaad relatief. Onzin is inderdaad absoluut. En daarom regeert het ook. Daarom is het ook altijd zo absoluut aanwezig en weigert het om in discussie te gaan. Kijk, tuurlijk is waarheid relatief. Hoe zou het iets anders moeten zijn? Het wordt immers geboren vanuit een bepaald perspectief. Een perspectief van waaruit de handeling gepleegd is die we als waarheid of als feit gaan aanduiden. En het is dus relatief omdat iemand anders met een ander perspectief op diezelfde gebeurtenis een draai zou kunnen geven aan datgene waarop we terug moeten komen. Einstein, dat grote, nou ik zou bijna zeggen wetenschappelijke wonder, die zei ook niet voor niks mensen, je kunt een theorie nog zo onderbouwen en je kunt hem nog zo rotsvast verankeren. Er hoeft maar één ding te zijn, één ding, dat door een buitenstaander weg zou kunnen worden geredeneerd, hè, dus onderuit zou kunnen worden gehaald, en dan staat het niet meer vast. Dus de waarheid, die is ook relatief. Wij zien maar een klein gedeelte van een veel groter geheel. De onzin, die is absoluut. Die blijft. Die wordt ook veel langer herhaald. Die wordt aanbeden zelfs. Die wordt in stand gehouden. Ik heb het daar in die uitzending over kunstmatige emoties en de geruchten van oorlogen, heb ik het daar in feite ook al over gehad. He, van hoe dingen tot stand gebracht kunnen worden en vooral hoe lang die dingen wel niet in stand blijven. Want we zitten vandaag de dag in een soort van tijdperk, zou ik het dan maar willen noemen, waarin iedereen de paradox achter alle zaken heeft opgemerkt. Maar vooral die paradox dat we leven, hè, dat weten we leven in een technologisch en in een communicatietijdperk, maar dat juist in dat tijdperk waarin die communicatie tot een nieuwe god is verworden, die door iedereen wordt aanbeden en die door iedereen ook wordt gebruikt, dat in dat tijdperk van die communicatie de spraak zelf is gestopt. Het spreken met elkaar zelf, het zwijgen is opgelegd. Die paradox, daar herkent iedereen zich in. Hetzelfde soort paradox is dat gedoe met die veiligheid. Je kunt de hele wereld vol camera's hangen. Maar goed, als de mensen zich eenmaal beginnen te beseffen dat wetten niet werken of wetten onderuit gehaald worden en ze eigenlijk volgevrij raken, ja, hoe kunnen ze zich dan nog ooit veilig voelen?
Hè, als daders worden vrijgesproken. Als er van allerlei mogelijkheden zijn om u wat aan te doen en daar straffeloos mee weg te komen. En vooral als overheden zichzelf immuun hebben gemaakt voor de schade die ze maatschappelijk gezien kunnen en mogen africhten. We herkennen dus paradoxen. We zien die tegenstellingen. Tijdperk van communicatie. Maar er is eigenlijk geen spraak meer mogelijk. We kruipen naast elkaar in die stadsbus. Heb ik al vaker gezegd, maar ik herhaal het nog maar eens even voor de zekerheid. En we spreken niet gauw met een vreemde. Echt, het leven is niet moeilijk te verstaan, mensen. Het is echt niet moeilijk te verstaan. En het is ook niet moeilijk te begrijpen. We moeten gewoon eens wat moeite voor doen. En we moeten leren, eigenlijk, dat heb ik ook geleerd moeten leren. Dat we eigenlijk af moeten willen van die complexiteit. We zullen terug moeten naar die kern. Naar die eenvoud, zeg maar. Hè? Want zo is het. En als we dat niet doen. Als we zo blijven hangen. Wat willen we dan maken van een toekomst? Aangezien de toekomst eigenlijk iets is waarna je je hele verleden mee naartoe neemt. Zei ooit eens Herman de Koning. Moet je ook eens over nadenken. Dat is een hele goeie. Zijn allemaal zakenmensen. Het leven spreekt tot ons. Hè, door middel van gewone mensen. Soms bekende mensen. Eenvoudige mensen, mensen zonder naam, mensen zonder rang, mensen zonder stand. Hè? Maar het leven spreekt tot ons. Het leven spreekt tot ons. We moeten het alleen leren verstaan. We moeten het alleen willen zien. En daarmee ga ik eindigen voor vandaag. Ik hoop dat dit ook iets aan de dijk heeft gezet. Ik hoop dat dit ook iets met u doet. En dat u bereid bent om hier eens over na te denken. Samen met mij. Gewoon na te denken van mens tot mens. En laten we het leven eens wat vaker ook weer op haar eenvoud inschatten. We weten wel wat het plaatje is. Daarvoor hoeven we niet alle stukjes in handen te hebben. Een incomplete puzzel, die kan ook worden overzien. Moet je goed onthouden. Francis Capelle voor vandaag, Free Speech on Air. Dank u voor het luisteren.